Op de eerste zomerse dagen van dit jaar maakten alweer velen een tochtje met de gondoletta of met de Python, de grote achtbaan in de Efteling bij Kaatsheuvel. Enige tijd geleden is daar nu het zeilschip De Halve Maan bijgekomen, dat tijdens barre weersomstandigheden op zeerovers werd heroverd. Het slechte weer verhinderde de geuzen niet het schip te bestormen en de zeerovers gevangen te nemen, met als voornaamste onder hen de kaperkapitein Krakenpit, in wie men Martin Renjerot Brosius kan herkennen. Hierna begon De Halve Maan aan zijn eerste reis, waarbij de passagiers hoge zeeën moesten trotseren. Dit gloednieuwe schip, een soort luchtschommel, wordt voortgestuurd door twee zware motoren die vier vrachtwagenwielen aandrijven. Al na vier zwaaien bereikt De Halve Maan een golfhoogte van zo'n 25 meter. En dan gaat men zo nog 12 keer heen en weer. Een tocht met het schip kan pas beginnen als alle veiligheidsbeugels gesloten zijn. Beugels sluiten. Het schip biedt plaats aan 85 passagiers en de beste stuurlui staan aan wal. Ja, daar gaat hij weer. Hou je vast. Bij de maximale slingersnelheid van 60 km per uur krijgen de passagiers hetzelfde gevoel als tijdens een scherpe daling of bij snel optrekken van een straalvliegtuig. De mensen op de voor- en achterplecht maken op het hoogste punt een hoek van wel 70 graden en beleven bij het omkeren even een moment van gewichtloosheid. Deze grootste luchtschommel van de wereld, 27 meter lang, 20 meter hoog en met een eigen gewicht van 22 ton, is een unieke aanwinst van de Efteling, dat ook dit jaar weer in de dagrecreatie een belangrijke plaats zal krijgen.